zijn begonnen, ja. Oké, we zijn begonnen. Hallo allemaal, dit is de eerste van ons clubhuis en jullie kunnen nu al onze belevenissen volgen. Yeah, man. Yay, of niet? Yeah. We gaan aan het begin, kom. Ja. Yeah. Dan is de eerste dag, we gaan iets eten, trouwens. En ja. Lekker eten met z'n vrienden. Jullie hebben het goed. Zij zit eten nog, Nisse. Nee, goed. Even maken. Puzzel, jongen. Jongen, dat is de klassiekste! Denk ik. Ja. Speel dan maar eerst met dat spelken of zo. Ja. Maar ik verwacht wel dat ik het heel snel eten krijg. Dus laat niet lang wachten. Ja, ik Ja, voilà. Mijn eten is klaar. En wat is dat? Je eten? Kalkoensnitzel! Wat is dat? Kalkoensnitzel! Maar dan gesnitzeld. Ja, kom, pak wat eten, want... Een mes en vork, dat konden we nog niet kopen. Dan moeten we gewoon met Sanne likken. Maar het is lekker, kalkoensnitzel. Maar ik word er wel een beetje slaperig van. Ja. Ik voel me niet zo goed. Ik krijg ook ineens buik. Oh man. Wat was dat? Een scheet? Een protje? Ik ga even naar het toilet. Ik ga even naar het toilet. Wacht even. Oh man. Is die aan het bevallen van een grote drol? Tuurlijk niet, man. Ben jij... Snitsel! Van uw snitsel, hè? Zeg, ben ik ook nog zo zie. Ik heb kaka in mijn broek gedaan. Ah! Ik heb kaka in mijn broek gedaan. Jongens, overdrijven ze een keer niet? Ik ga even een andere broek aan. Oh man. Volgens mij die al helemaal kak. Oh my. Ik zit vol met mijn broek. Oh my god. Snitsel van mijn voeten. Aan mij. Het is al veel beter, ik heb een nieuwe broek. Het is nog wel een goede eerste indruk, hè, voor gewoon. Ik maak het veel. Nee, shit, hè. Maar als dat stopt, dan wordt er rechtstreeks naar beneden geroepen. Zeg, is er iemand bomen aan het verzagen of zo? Ik denk dat Elisa was, want. Merel. Jongen, dat is niet Elisa. Nee, dat is een... Het is wel iets proberen te maken. Oh, dat moet anders doen. Ik zal ik mij afremmen, hè. Nou, weet je, het gaat bij iedereen al. Ja, het gaat. Oh nee, bij mij nog niet. Oh my god. Ah, oh my god. Oh shit. Oh, moet jij een ijsje? Wat door je schnitzel, hè. Allemaal door uw schnitzel dus, hè? Ja, zeg maar, gaan is... Oh.
tafel. Zit daar buiten in een pot olifantenpoek. Oh, moet ik hem gaan halen? Nee, ik zou die even willen laten. Buiten bedoel ik. Allee, kom naast mij zitten, zie ik je. Dat ik even kan zien hoe het met... Oh, wacht eventjes. Ik moet eerst nog even naar het toilet. Ja. Maar dat komt allemaal door uw kalkoenschnitzel, hè? Jo, jij bent een kalkoen, hè? Ja, en door jou ook, hè? Ja, ja, ik heb je toch niet gepakt, hè? Jawel. Ja, maar dan moet ik een witte bron. Wat aan jouw idee? Ik heb hier alleen maar de pot uitgelikt. Omdat ik als laatste was. Zeg, ja, Marcus. Kom on, jong. Zeg, dat is mijn Piet niet, joh. Een ijshoorntje. Nee, inderdaad, dat is de Piet niet. De Piet is de tuinman. De wat? De tuinman. De tuinman? Je weet al de man?
Die zet in de tuin weg. Die daar zo'n beetje de plantjes zo weg. Wij zijn tuin. En wij zijn schoon, vegen. Arme. Wat een lulle bak, zeg. Wat is schoon, vegen? Wat is schoon, vegen? Ah wel, schoon. Hé, dat merk je. Sorry. Is dat jouw tekening? Ja! Wat een bottige tekening, zeg. Een tuin is vierkant, rechthoekig. Wat is rechthoekig? Op driehoekig. Ja, dat kan ook. Of ovaal, of cirkel, of parallel, of ja, maakt niet uit. Maar er staan dus plantjes, bloemetjes, gras. Ja, zo staat ook nog een bloemetje, hè? Bomen, en zo veel verder. Het kijkt naar buiten en je ziet het. Ik zie alleen maar maïs. Dat is waar. Maar dat is ook dan. Maar het is een majestaan. Ja, zeg, laat gewoon! Ja, dat maakt nu niks uit, mannetjes. We zijn even gekomen van die katoenschnitzel, dus Toen had ik wel wat zin. Ja, oké, kom even terug. Wat is het er gaat? In de vlucht! Oh man! Oh, zo hard dat precies een hoortje stond. Hé, wat is dit? Oh nee, hè. Het is. Shh, ik heb het niet weg. Ga maar naar de wc, jong! Godverdomme. Nee, rappen! Dat is oude schuld, hè? Mijn oude kalkoenschnitzel. Ik ga een luchtje scheppen! Ja, kom, wij zijn weg. Oh, wij zijn weg. Nee, ik ga een jaartje. Ja, wij gaan naar de kamer. Maar ik had gewoon in mijn broek. Gekakt. Dus. Nee, soms gewoon een scheur. In mijn broek. En daar is lang. Daar staat. Daar ja, ik heb het weg! Daar staat. Daar staat een leeuw! Een tijger! Zeker! Inderdaad! Wat is dat? Luchtballon! Want de kat van de. Wow! Een luchtballon! Een luchtballon! Dat is niet op die lijn! Ja, ik zal dus speciaal. Ballon. Ekenbaan! Daar is een luchtballon, beste mensen. Ja, inderdaad, heel mooi. Ja, en we liepen nu net een scheet. Maar zie, ook heel vaak doen. Kom hier dan zitten, tijger! Ja, ah wel, en de kat van de Piet van de Tuinman, je weet wel. Het kat en die me heet tijger. En de vlinder fladdert, fladdert doorheen het paradijs van de grot. En de vlinder fladdert heen en weer. En de vlinder. Dat was dan een Piet. De kalkoenschnitzel, hoor. Ja, Piet! Ja. Ah. Die zijn er, ja. Oké, okay, kom dan maar. Ja, ik heb hier net de tafel. Volgens mij is het die. Per ongeluk een beetje. Jongen, wij moeten hier eens echt aan opruimen, hè? Ja, sorry, maar. Ik zou. Wij zullen de tafel wat opruimen. Wij ja, zullen alle puzzels terugmaken en al. Ja. Ja, wij zullen dat doen, hè? Jullie. Dan moet ik ondertussen niks doen, hè? Nee, denk ik niet. Dan moet ik ondertussen niks doen, hè? Zal jij maar op de wc zitten? En te kijken. Nee, heb ik eigenlijk niet echt. En te pissen. Volgens mij is het een beetje over, hè? Nee? Ja. Te kijken. Hoi! Het is, ja. Het is wat doever, hè. U zult door, ja. Teken. Ja, is goed, hè. Snuit, hoor. Valt mee. Dan kan ik voortaan weer gezond door het leven gaan, zonder al te veel en.
Ja, dat was nu niet. Dat was expres eigenlijk. Je kan dat heel makkelijk. Maar nu niet. Het is even zo. Ja, en jij moet je knuffels terug goed zetten, hè. Dat heeft de grootste. Zeg, is eigenlijk ondertussen al. Kijk op de klokje. We hebben geen tevreden. Jawel. Dit is als ultramodern kastje. Jij zit op mijn knuffels. Ah, daar is hij. Hola, Paula. Selena Gomez is op tv. Oh! Selena Gomez! Oh, opeens een verstaking in mijn nek. Ja, zo zet op een andere posten. Zet dat op. Ah. Nee, terug! Dat kastje werkt niet meer. Dat kastje werkt. Oh. Auw! Charlie. Het is toch al gedaan, dus we zetten maar. Oh. Het is toch van heel snel. Nu werkt dat toch niet meer. Het werkt terug, ik heb het terug gerepareerd. Ja. Ik heb normaal techniek. Oh, hier is hij. Dat wou ik nou eens een keer zien. Dat is echt een geweldige film. Welk? Ziet dat af? Oh, het is reclame. Ah, daar is het. Ik dacht al. Ah, ik dacht dat daar de tv was. Daar is de tv. Shit. Ik dacht al. Hey, dat was niet cool. Ik dacht al. Ne koek. Dat zal toch die film Titanic niet zijn, weet Hier, wat zijn dat voor reclame? Allemaal Jezus. Mensen die een muur op... Voor wat zou het allemaal reclame zijn? Ik denk dat dat reclame is voor de Nubo ofzo. En heel veel NBS zou ook, want het komt er... Nee. Nonotto! Dan ben je dat! Dat is de reclame voor... Nonotto! Hoe gaat deze wereld naartoe? Nou, mensen die een muur op werken om naar... Naar de melkweg! Ja, maar die nog is altijd dicht aan rijden en iedereen zit naar mij te kijken. Ja, naar de Melkweg. Ja, wordt het trouwens niet eens tijd om een notte te kopen? Ja, wordt het trouwens eens niet tijd als jij uw manieren gaat leren? Dikke. Vetzak. Wie is hier, dikke? Gij, godverdomme. Ja, oké, de tuinman Piet. Die is dik. Tiet. Nee, sorry, de andere tuinman. Jan. Tiet. Die werkt hiernaast, met de buur. Ja, de slavende hier. Die nee, ik vind dat wel best een goede tuin, man. Jongen! Heb jij nooit manieren geleerd of wat? Maar dus, Notto, ik vind dat echt moet. Ja? Ja, komt ze dan zelf? Maar anders moet hij altijd met de fiets rechts naartoe. Ja, maar dan zijn we sportief. 10.000 euro. Dat is goed voor het milieu, maar oké, iedereen is al aan het verrenoveren dat milieu. Ik wil ik daarmee meedoen. Ik wil ik niet asociaal dan. Ik kan meedoen. Ja, jij bent sowieso al asociaal. Ja, dikke. Oh nee. Is het? Ah, oké. Okay. Als het dan maar is. Oh, nu wel. 2 dagen niet meer gegeten en ik heb dat nog altijd. Ik heb dat nog altijd. Oh. Amai. Kijk nog maar uit, hè, want het werd tijd. Ik viel best mee eigenlijk van nu. Het is altijd echt een hout van door. Deze puzzel was gewoon heel op de grond gevallen. Ja, sorry, dat was mijn schuld. Ik was met de vlinders aan het spelen. Ik had niet gezien waar ik loopte en ik... Ja, jij kunt niet zien waar je loopt omdat je blind bent, jongen. Is goed, hè? Ik denk dat jij hebt gefilmd. Ik denk dat je dat hebt gefilmd met dat ding van uw koek? Nee, dat ik kan verviel. Ik denk dat je dat hebt gefilmd. Ja zeg, ja. Als we dan maar zien, hè. Dag 3 in het clubhuis. We hebben geen last meer van de... Allemaal goed. Zeg, die stierzak zijn zeker. Jij moet wat afvallen, jong. Allee. Zijn we samengekomen voor een clubberaad? Ik open het clubberaad! Vanaf. Wow, dit is leuk! Nu! Goed. Nee, nog niet! Nog niet! Clubberaad begint vanaf. Nu! Ja, inderdaad. Dus, sst. Ik ga de hoogtepunten even op tafel leggen. Leggen? Ja, dus nu leg ik de hoogtepunten op tafel. Oh, sorry.
Pieter, Jan, Ruben, stop ermee. Het je hebt mijn naam niet gezegd, dus... Eline, stop ermee, Merel. Laura, tig. Wat ja, lekker hè. En auto kopen. Zijn jullie het daarmee eens dat we dat moeten doen? Als jij ze betaalt. Schappen dus. Twee. Nee, oké, wij zullen dat wel mee betalen. Oké, okay, twee. Ik maak 10 euro. Een tijger. Niet ontstaan. Alleen normale dieren zoals de krokodil. Ja? Okay. Zijn jullie daarmee eens? Okay. Ja. Drie. Ah ja. Geen kalkoenschnitzel voor Tan. Zeker niet van... Voor waar kwam die kalkoenschnitzel van nu wel? Brouwerij de Pamper? Ja, ik weet het, hè. Beenhouwerij. Beenhouwerij van de Pamper. Beenhouwerij. Houd die van benen de... Van Pamper? Ja. Je voelde me... Ja, het smaakte naar papier, ja. Nee, ja. Het smaakte naar... Kijk, ja, die Pamper houdt er niet tegen. Ja, dat was niet kijk, hè. Ik zeg het al. Alleen kalkoen, ja. Kijk. Vertaal dus geen kalkoenschnitzel meer van slagerij. Beenhouwerij, dat stelde. Pamper. Bakkerij. En ik vond het ook, zo. Zo ja, hier is het zacht, hè? Ja, en hier is in de beenhouwerij staat schnitzel. En hier dan kak. En hier ineens olifantenkak, zoals dat was. Ja, zeker en ineens, dat jij wel in de beenhouwerij bent geweest, eigenlijk. Ja, en hier dan een leeg bakje met wind in. Zoals protjes, snap je? Ja. En dat staat dus daar de geur heb ik tussen genoeg die schnitzel. Van. Oké, dan is het hierbij afgerond. Wat gaan we eten? Wat heb je voor ons bereid? Kalkoenschnitzel. Oké, ga die er maar halen. Ik denk dat we iets halen. Ja, niet meer van het slagerij van de Pamper, maar andere. Het is veel te lekker, hè. Gaat ik even stik zeker? Nee. Ligt het nog van die bord? Oh, pak dan een bord. Nu doe ik het veel anders. Hey, wacht eventjes. Ik als eerst. Ik wil. Zeg. Nee, Sanas. Nee, zeg jou, dat vlak dan nog. Oké. Zo'n lekker kalkoenschnitzel. Ja, sorry hè, maar ik wist niet dat wij dat van een Pamper die mochten halen. Ik heb net gezegd. Godverdikken hè! Dat net niet gezegd, dat had een 2 minuutjes geleden gezegd. Kan ik botoxen? Jongen! Oh, jongen! Ik is nog